Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 24 juli uit mijn hoofd. Volgens mij wel, want dat was gisteren 23. Dus dan is het nu 24 juli. Het is nu 9 uur 19. Ik ga nu met de hondjes lopen. Daarvoor heb ik de telefoon ook alweer bij me. Ja, daarom sta ik ook nu half in de gang. En daarna gaan we postlopen, dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst en tot straks. Ja, wat jullie zien ben ik dus nog lekker met de hondjes aan het lopen. Het is nou nog even lekker weer. De kleine is even lekker in het water geweest. Zij houdt niet van water. Zij wel, des te meer. Het is een waterrat. Ja. Die lijn mag niet van mij over de grond slepen. Nee, mag niet van mij. Maar die heeft het zo warm, die heeft zoiets van, ik loop lekker op mijn gemak. En die heeft nog wel eens van, of ik blijf achter, of ik ga juist heel ver voorlopen. Hé, kind? Ja, hè? Lopen, kom. Goed zo. En mijn miepie is nog steeds loops vanzelf. Jullie al wel weten, arm kind, los. En jullie horen straks wel van Roderick hoe het met Blue gaat. Met haar blaasontsteking. Of daar al. Maar dat horen jullie vandaag, sowieso. Niet straks, maar sowieso is er vandaag. We gaan eerst zo meteen weer lekker post lopen, wat ik al eerder zei in de intro. Nee, door. Kom. Door. We gaan dat niet pakken. Los. Goed zo hard, joh. Jeet. Ik wil even kijken hoe ik die riemen. Zo. Ja, dan kan ik lekker vloggen en uitlaten tegelijk. Ga jij zo van deze kant lopen? Goed zo, meisje. Ja. Zeg maar, het is alweer lekker warm aan het worden. Jeet. Want we konden ook om 7 uur wel lopen, maar het was voor mij toch nog een beetje te vroeg, 7 uur. Dus dat mag gewoon wat later en dan lekker rustig aan doen, ook goed. Lekker water bij ons, eentje van de vriezer en eentje gewoon zo. Nee. Kom. Ja, goed zo, meid. Keurig. Zo. Ja, we nemen jullie gewoon lekker mee. En Ro die gaat ook hopelijk even onderweg even filmen met zijn Samsung telefoon. Ja, mijn hele oude telefoontje. Dus dat komt ook wel weer goed. En stop jij nou eens even met trekken nu. Hé. Hey. Ja, ik heb het tegen jou. Jij bent aan het trekken, niet ik. Hé. Hey. Ja, lopen. Niet zo trek, want ik trek terug. Oh ja. Vrouwtje, trek terug. Ja. Ik ja. Stop daar eens mee. Kom, lopen en naast die sugoraat mama hond. Jij bent niet de oudste, hè? Dat is Mipi naast jou. Ja, of, juist. Dat is jouw wel. Peetmama, om het zo maar even netjes te zeggen. Die heeft jij opgenomen hoor, ik weet niet. Hé meid, hè? Huh? Je adoptiemoeder, peetmama, sugoraatmama. Nee! Ja, ik vind het prima wat jij allemaal zegt. Ik vind het goed. Ja, ik vind het goed. Ja, en ik vind het gewoon goed hoe en hoe ik het zelf zeg. Och, kom. Moet ik echt Engels goed gaan leren? Nou nee, geen zin in. Nederlands is ook niet altijd even goed hoor, dus. En ik ga ook niet, en ik, Ro, ik ben aan het vloggen, kom. Dus. En ik ga niet Nederlands leren, geen zin in. Ik praat zoals ik wil, klaar. Toch, mensen? Ja. Jij nou niet zo? Ik ben aan het trekken. Nergens nodig. Met deze warmte.
Ja, en dan doe ik het zo. Ik kan heel netjes lopen. Kom. Jij kan heel netjes naast. En rustig lopen. Doe dat dan ook even als je wil. Dank u wel. Nou, dit is mijn eigen wijk. En dan nog twee straten van mijn andere wijk. En dan heb ik hier een hele wijk in. En rood is het ook vol. Toch, schat? Ik heb nog een naam met post. Is dat zo? Ja. Oh? Is dat zo? Ik heb niet lange vingers. Ja, Rodi, heb ik even aan jou en gegeven. Heb ik voor jou en gegeven. Dus, dat kun je ook zeggen, dankjewel. Dankjewel. Okay. Gaan we op pad? Beetje. Gaan we op pad? De app even aanzetten, is goed. Oh ja. Nou, dan ben ik dus inderdaad post aan het bezorgen. En dan kom je dit tegen, want anders kunnen ze dus niet straten. Dat is ook leuk. Kijk, dat is grappig. Als je een beetje nat wil worden, dan kun je dat dus nu doen. Als je een douche wil, dan kun je hier komen. Schappig. Anders kunnen ze dus en dus gewoon niet praten. Wel mooi gezicht hoor. Lekkere regenbuitjes zo. En voor de grond. Ideaal. Nou, even een hele andere setting. Zo, hallo. Even een hele andere setting en dan die jullie van ons zijn gewend, toch? Ja. Het is altijd maar in huis. Lekker buiten nu, voor de verandering. Ja. Voor de verandering. Goed je boel in de achtergrond? Oh nee, een andere achtergrond. Dit zijn eentjes hier achter ons, maar ik weet nog niet waar ze zijn. Ja, achter jou. Die kant. Daar. Dan heb je veel aan. Kijk. Daar. Waar mijn vinger is. Eigenlijk. Nee, we zijn net even op bezoek geweest bij zijn ouders, bij mijn schoonouders. Jouw schoonouders en mijn ouders. Ja, precies. Maar het waren er maar twee, gelukkig. Ja, een heel leuk, goed gesprek gehad. Ja. Dus ik moet zometeen even mijn mama bellen. Ja. Ik ben ergens niet zo blij mee. Helaas. Helaas pindakaas. Want als ik zeg van ga naar het heden kijken en niet naar het verleden. Ga dan ook gewoon naar het heden kijken en ga niet over het verleden praten. Nee, je praat over de toekomst. Over de toekomst. Voor ons kijken, niet achter ons. Je kan toch leren uit het verleden, maar goed, je kan het ook weer iedere keer oprakelen. Van nou, ja. Ja, je hebt toen een tientje van mij geleend en je hebt toen maar 11 euro terugbetaald. Joehoe. Daar hebben we er eentje. Eentje. En is nog een jonkie. Dat is wel. Papper. Meestal blijft in het water. Eentje zwem in het water, behalve deze. Hoi meis. Hey. Hoi meis. Hoe is die? Zie jij een dat het een meisje is? Hij zit schuit kleren. En er zit geen groen op erop. Ben je dan een vrouwtje dan? Dit is een jongballen. Ja, dan kan het ook. Ja, of moet je laten ombouwen? Ja, alles kan. Oh, vooral vliegjes hier, dat vind ik Stekker. Een beetje jammer. Vers zo, goeiemorgen.
Ja, nee, maar ik moet dus zo meteen mijn mama bellen. Even vertellen dat ik niet zo blij ben, maar nou ja, blij, niet blij. Niet vrolijk. Niet vrolijk ervan ben geworden, geweest. Geweest worden. Zijn. Zo, en we vliegen wel heel laag, zie je? Zo. Boven Wijk? Dat is een drone of is dat een vliegtuig? Dat is een vliegtuig, want een drone die mag niet eens over en over de wijk vliegen. Ja. Vanwege de buren. Mm-hmm. Dus ja. Dus nee, maar die was nog even goede tijd aan het kijken. De Classic. Ja, die tot en met september duurt. Dus die moet ook zo meteen afgelopen zijn. Dus ik ga zo meteen haar bellen. En dan komen we weer terug bij jullie, ons, wij, ik, hij, jij. En ik en hij. En ik. Hi, schat. Hi. Hij nog een beetje van me? Nee, nu niet meer. Ik hou wel van kip. Kom maar. Yeah! Heel erg aan het schrikken. Ja! Hey, we zijn er weer. Ja, jij ook. Jij ook? Ja, ik ben er toevallig ook. Waarom ben jij hier dan? Ik ben op de fiets aan het rijden geweest. En dan ben ik hier gestopt en hier gaan zitten. Ja, ik toevallig ook. Hé, hoe doe je dat? Maar wie ben jij dan? Ik ben de tuinman. Ja? Ik kom de televisie repareren. Ja, maar er is hier toch helemaal geen tv? Ja, precies, daarom zit ik te wachten. Iemand die een kapotte tv heeft, die kan hem brengen, kan hem repareren. Ja? Hij is niet te repareren, kan hij meteen de vuilnis pakken. Dat scheelt ook weer. Top? Dat doen tuinmannen meestal. Deze vent van mij, die spoort niet hoor, maar ja. Nee, ik ben de... Waarom? Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nee. En want wij hebben onze... mijn mama. Zijn schoonmama. Ja, mijn schoonmama en jouw mama. Hè? Tegelijkertijd gesproken. Ja, precies. Dat is maar één. Ja. Nu wel, ja. Nou, geen twee. Nee. Gek, hè? Ja. Nee, maar dat is allemaal weer koekenij. En geen eierkoek. Nee, toch niet. Maar gewoon koekenij. Het is allemaal weer opgelost. Zonder zoutzieoplossing. Ja. En zonder zout eroverheen te gaan strooien. Ja, waarom wil ik een keer even dit doen? Omdat er hier op vliegen, ja. Hi. Hi. Dus, nee, maar dat is allemaal weer goed en daar ben ik heel blij mee. Dus we gaan zo meteen weer op de bicyclette stappen. Ja, de fietsenstalling. Nee, op en op de tweewielen stappen. Bicycles. Ja, precies. En dan eventjes met een klein ommetje naar huis. Ja. Mijn meiden ophalen, zijn twee opvanghondjes ophalen. Die binnenkort ook weer helaas weggaan, omdat ik dus mijn operatie krijg. Maar Blue heeft wel hun hoop geleerd in die tijd dat ze hier is. Bijna 3 weken, aankomende vrijdag. Ja. Heeft ze een hele hoop geleerd. Dat wel. Yep. Dus daar mogen we heel blij mee zijn. Ja. De blaasontsteking is weg. Ja. Met een zware blaasontsteking. Heel erg zwaar. Is een medicatie voor gehad. Er was weinig controle over de stoelgang, zeg maar. Uh-huh. En met heel veel geduld kost het wel wat ophouden. En met de medicatie uiteraard. En dan buiten lekker doen. Ja. Eerst was het eng, maar wel moed buiten eigenlijk. En ja, dus vanaf buiten lopen leuk, overal snuffelen en binnenkomen daar even wat doen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Dus dan kun je er aanmoedigen van kijk maar even wat doen, dat doen de andere honden. En dat is prima. En als jij het ook doet, krijg je een eye of your ball, krijg je goedkeuring, applaus, et cetera. Gewoon lekker overdreven. Overdreven, ja. Ja, en we gaan nog ook sowieso misschien zometeen vanavond of morgen eventjes een leuke intro maken van wie wij nou eigenlijk zijn. Ja. Voor de nieuwe YouTube bezoekers. Precies. Dus als jullie dit al kijken, staat dat er al op. Precies. Nou! Wazig. En nou weer goed. Dan heb je hem al. Wazig.
kijk, nou niet meer.